welkom bij een nieuwe video. Vandaag eventjes geen vlog, maar een Q&A van het afgelopen jaar. De meiden worden namelijk dit weekend, waar ook nog een video over gaat komen, gewoon hun eenjarige jubileumsvideo. Dus dan gaat het niet om ons, maar gewoon om de meiden. Maar dit weekend worden de meiden 1 jaar. En ik dacht, misschien is het leuk om een soort van Q&A te doen over het eerste jaar. Thomas gaat deze ook nog doen, maar vandaag doe ik hem eventjes. En laten we gewoon met de vragen gaan beginnen. Wat vonden jullie van het eerste jaar als papa en mama? Ik denk dat het eerste jaar voor mij, ik vond het een heel mooi eerste jaar. Het was een hele pittige start. In de couveuse natuurlijk en in het ziekenhuis. En uiteindelijk is dat gelukkig allemaal goed gekomen. Doordat we zo'n hele pittige start hebben gehad, viel de rest van het jaar ook wel mee. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat het echt wel zwaar was. Ik heb het vooral afgelopen week toevallig gehad dat het echt wel pittig was. Dan ben ik ongesteld en dan zijn de baby's niet zo heel vrolijk. En dan, ja, dan botst dat wel een beetje. Maar over het algemeen heb ik echt genoten van dit jaar. Ik had niet verwacht dat kinderen hebben zoiets moois was. En dat je er zoveel voldoening uit kan halen. Ja, ik vond het echt een heel erg mooi eerste jaar. En ik kan ook echt niet wachten op het tweede jaar. Had je dit jaar op een andere manier verwacht dan dit jaar is geweest? Leuke vraag. Ja, de opstart had ik natuurlijk wel in anders verwacht. Maar ik denk, over het algemeen had ik niet heel erg veel verstand van kinderen en baby's. Dus ik had sowieso niet heel erg veel verwachtingen, omdat ik niet wist wat ik moest verwachten. Dus ik ben er redelijk verwachtingsloos ingegaan. Ja, eigenlijk is het me allemaal wel best wel meegevallen. Ik had wel me erop ingesteld dat het heel erg zwaar zou worden, omdat ik dat echt van iedereen te horen kreeg. Dat, oh, een tweeling, oh, dat is echt zwaar. Achteraf valt het echt wel mee. Het is prima te doen. En tuurlijk zijn er momenten dat je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen? Ik wil dit niet meer. Maar dat zijn maar momentjes. En de volgende dag als je je kinderen dan weer ziet en je komt de kamer binnen en ze zijn weer aan het lachen, dan denk je, oh ja, maar hier doe ik het allemaal voor. Dit is, het is gewoon heel mooi dat je zoiets kan hebben met iets wat uit liefde komt. Ja, het is gewoon heel erg mooi. En ik weet niet wat ik had verwacht, maar het is boven verwachting mooi een kind hebben. Of twee. Wat zou je dit jaar graag opnieuw willen doen? Misschien wel mijn borstvoedingperiode. Zeg maar iets waar ik echt nul verstand van had. Nog minder dan van baby's was borstvoeding. En ik denk als ik het nu opnieuw zou kunnen doen. Nou waren Marley en Luna natuurlijk extreem prematuur. Waardoor borstvoeding sowieso wat moeilijker ging. Omdat ze gewoon niet die kracht hadden om melk eruit te kunnen halen. Maar als ik iets opnieuw zou kunnen doen. Dan zou het denk ik de borstvoedingperiode zijn geweest. Omdat ik nu gewoon, ja, het allemaal wat beter weet. Dus het wat beter aan zou kunnen pakken. En daardoor het misschien wat beter zou lukken. Maar weet ik natuurlijk ook niet zeker, want dat is achteraf gepraat. Wat deed je in het eerste jaar wat je nu graag zou willen aanpassen, anders zou willen doen? Buiten voeding om. Nou, ik denk dat er best wel veel dingen zijn die ik anders zou willen doen. Omdat ik nu gewoon meer verstand ervan heb, meer ervaring ervan heb. In het begin waren er vaak momenten dat de baby's aan het huilen waren. En ik wist gewoon echt niet wat er aan de hand was. En als ik nu een baby zie huilen, dan zie ik vaak gewoon wat er aan de hand is. Of die honger heeft, of dat die pijn heeft. Het is nu voor mij gewoon heel duidelijk. Toen ik de baby's net had, was dat gewoon, ik herkende het allemaal gewoon nog niet. Dus aan de ene kant zou ik dat graag over willen doen. Aan de andere kant, als ik het weer over zou doen, zou ik natuurlijk weer met nul verstand erin gaan. Dus waarschijnlijk even weinig weten en het niet veel beter doen. Dus ik zou het zeg maar over willen doen met de ervaring die ik nu heb. En dat kan dan bij ons volgende kindje. Wat is het hoogste en het diepste punt van dit jaar? Het hoogtepunt van dit jaar is denk ik dan wel de thuiskomst van de meiden. We hebben natuurlijk heel erg veel erover gevlogd. Maar ik denk niet dat wij oprecht alles hebben laten zien. Er zijn echt wel momenten geweest waarop we niet hebben gevlogd. En ik denk dat de thuiskomst een hoogtepunt was. En die periode daarvoor, echt een maand daarvoor of zo, toen Marley zo erg ziek was, dat dat ook wel echt het dieptepunt was voor ons. Omdat dat echt redelijk kantje boord was met Marley. Er zijn echt wel momenten geweest waarop ik dacht, oké, ze gaan niet overleven. Dat je echt gewoon niet meer weet wat je moet doen. Je kan ook niet zoveel doen. En je heel erg hulpeloos voelt. Dat was echt wel een dieptepunt. Dat moment hebben wij ook echt niet gevlogd. De volgende dag zijn we volgens mij pas weer gaan vloggen. En het hoogtepunt was dan natuurlijk toen ze naar huis kwamen. Dat was echt overweldigend. Dat is denk ik het woord wat ik ervoor ga gebruiken. Overweldigend. Het was echt, echt heel erg mooi. Ik kan het niet anders verwoorden. Als ik eraan denk, dan denk ik alleen maar aan gelukkige dingen. En het was echt heel erg fijn om ze eindelijk na zo'n lange tijd, na 3 maanden je eigen kind niet thuis te mogen hebben.
kinderen thuis te hebben. Dus ik denk dat dat wel echt het hoogtepunt was. En dan natuurlijk hun eerste verjaardag, maar dat is nog niet geweest. Ben je tevreden hoe de opvoeding dit jaar is gegaan? Ja, eigenlijk best wel. En daar kan ik heel erg kort en krachtig over zijn. Wat gaan jullie totaal niet missen aan het eerste jaar met Marley en Luna? Ik denk vooral de flesvoedingperiode. Zeker in het begin is deze best wel... Ook met borstvoeding is dit trouwens hoor. Ja, de kolf en de flesperiode. Ik heb natuurlijk een half jaar lang gekolfd. Dat vond ik heel intensief. Omdat je eerst en een flesvoeding moet geven aan de ene baby. Daarna een flesvoeding moet geven aan de andere baby. En daarna je ene borst kolven. En daarna je andere borst kolven. Tenzij je dubbele kolven hebt. Maar die had ik echt pas na 4 maanden of zo. Dus dat zou ik echt niet opnieuw willen doen. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar qua zwaarheid vond ik dat toch wel heel erg pittig. En dat zou ik echt niet opnieuw willen doen. Al zou ik het zo weer doen hoor. Als we nu een kindje kregen die prematuur is. Ik zou zo weer gaan kolven als dat moest. Wat was het smeltmomentje wat jullie hebben meegemaakt met Marley en Luna? Waarvan smolt jouw hart? Afgelopen, even kijken, 2 dagen terug, zei ik Marley kus. En toen kwam ze zo een kusje geven. En dat was echt zo schattig. En ik heb daarna nog een paar keer gevraagd, Marley kus, Marley kus. En elke keer bleef ze dat doen. Ik heb denk wel 10 of 20 kusjes van haar gekregen. Het was echt super, super schattig. Het smeltmomentje bij Luna was denk ik toen ze mama zei. Ze zei het niet bewust, dus ze weet niet dat ik mama ben. Maar de klanken kwamen er wel gewoon uit. En dat was echt super schattig. Tijdens jouw zwangerschap krijg je een beeld van hoe je de kinderen wilt gaan opvoeden. In hoeverre is dat beeld hetzelfde gebleven? En of zijn er dingen die je anders had verwacht? Heel erg grappig. Want hier hadden Thomas en ik het echt een paar dagen geleden nog over. Ik was heel erg tijdens de zwangerschap ook geen tv. Altijd verse voeding voor de meiden. Niemand gaat er oppassen. Nooit naar een kinderdagverblijf. Dat soort dingen. Al met al zitten ze hier dagelijks voor de tv. Eten ze uit potjes. En ben ik gaan informeren naar een kinderdagverblijf voor 1 of 2 dagen in de week. Dus zo zie je maar. Tijdens de zwangerschap hadden wij daar een heel ander beeld van. Maar in praktijk pakt het vaak toch anders uit. Is je leven veranderd door Marley en Luna? Jazeker. Ik bedoel, eventjes zomaar de deur uit zal niet meer kunnen. Eventjes naar vrienden toe gaat ook niet meer. Maar dat is helemaal niet erg, want je krijgt er zoveel moois voor terug. En het is zo mooi. Ik kan het niet anders omschrijven. Het is helemaal niet erg dat je die dingen niet meer kan doen die je vroeger deed. Want daar heb je ook niet meer zo'n behoefte aan. Ja, je verandert en je leven verandert. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg positief vaak. Hoe kijk je terug op hun eerste jaar? Als een heel heftig, maar echt heel erg mooi eerste jaar. En dat was de video, jongens. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Thomas uploadt binnenkort zijn versie van deze video. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende video. Bye!